Ja, zo dichtbij. Mm-hmm. Het is namelijk Valentijnsdag. De dag van de liefde, van kussen en opgevulde lippen. Ja, nou ja, dat zeg jij, ja. Maar het klopt inderdaad. De associatie is... Ik wil hem ook naar kerst trekken, hoor, met de mistletoe. Maar ja. Nee, de Valentijnsdag is toch de dag dat je gaat kussen met je geliefde, mits je hem hebt, hopelijk. Ja. En dan wil je de mooiste lippen aller tijden hebben. Ja. Maar stel nou dat je je lippen hebt opgevuld, voel je dat dan zitten? Voel je het zitten? Nou, dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe je het doet. En nu is het natuurlijk ook van hoeveel... Eigenlijk zou het helemaal niet hoeven voelen. Want ik zit in het vak. Je hebt sommige mensen zitten in het vak die zeggen dan van... Ik voel hier een aantal bultjes. Ja. En dan weet ik weer, oh ja, ik moet weer opvullen. Niet goed? Nou, dat weet ik niet. Het is niet mijn ervaring. Voel je dan als je je lippen hebt opgevuld? Heb jij je lippen wel eens opgevuld? Nee, heb ik niet bij mezelf gedaan. Ook niet. Nee. Als je je lippen hebt opgevuld, ja, dan vind ik over het algemeen dat het soms ietsjes vleziger aan kan voelen. Ietsjes vleziger, iets steviger. Iets steviger, oh ja. Dat is wat ik voel. Nou, nu is het natuurlijk altijd zo dus dat mensen, dat ze soms wat bobbeltjes voelen. Mm-hmm. Maar ik heb ook al gemerkt dat sommige van die bobbeltjes ook gewoon de natuurlijke bobbelstructuur van de lip is. Dat gaat gelijk zo doen. Ja, dat klopt, ja. Je hebt in je lippen. Precies, dus dat zie ik. Nou, wat je soms ook ziet, en dat zijn allemaal dingen waar ik in tegenkom, is dat ze bijvoorbeeld, dat is bij mij één keer gebeurd, dat ze klaagden over dat van die witte puntjes kwamen. Witte puntjes rond de lippen. Maar 10-20% van de mensen hebben die witte puntjes. Oh, die hebben ze sowieso, ja, ook. Ja. Hier. Ja, precies. Nu kan het zijn dus dat door de lippen opvullen, doordat er wat meer volume is, dat het ietsjes, ja, dat zijn een soort kleine kliertjes en die kunnen verstopt raken. Het blijft toch eng, die lippen. Ja. Wat zou jij eng vinden? Nou, ik vind het niet. Ik vind het, wat ik met lippen heb, is dat het zo alle Jezus goed moet gebeuren. Sorry voor mijn taalgebruik. Ja. Wil je het niet zien? Ja, dat klopt, ja. Dat is echt waar. Je moet daar echt de tijd voor nemen. Nou, en je hebt lippenartsen. Lippendoktoren, waarvan ik zeg, die zijn gewoon heel goed in het opvullen van lippen. Ja. Je hebt de Daffy Duck, hè. Dus dat is waar iedereen bang voor is, zo die. Ja. Maar ik vind dat bollige randje, vind ik ook pittig. Hoe bedoelt dat bollige randje? Nou, is dus... Oh ja, snap ik, ja. Nou, dat zijn allemaal technische fouten. Ja, want het is gewoon, dat bollige randje ontstaat als je het liplijntje niet aanzet. Toch? Nee. Oh. Nee. Dat is eigenlijk een technisch foutje. Dat is een beetje zo dat het bollig wordt. Ja. Dan, kijk, door de collageen komt er een soort ontstekingsreactie. Toch? Ja, van je altijd. Huid. Van je en huid. Als je dat bijvoorbeeld in die Vermilion Border daarin hebt gedaan, dan gaat dat, en dat gaat een beetje doorschieten hier naartoe, dan kan dat dus ook wat meer hier bolliger worden. En het kan zijn dat als je dit hier te veel doet, dat het dus ook inderdaad wat bolliger wordt. Hoe je dat aanpakt, hoe je dat voorkomt, is eigenlijk, en dat zou mijn eerste insteek zijn, niet zozeer eerst direct die Vermilion Border pakken. Maar pas later, achteraf? Zelfs misschien helemaal niet. Want het feit, ja, dit is altijd, en dan ga ik weer heel technisch praten. Ja, maar daar hou ik van, hè? Dat weet je. Ja. Het feit is, je gaat eigenlijk wat je doet, er zit een anatomische structuur. Het is geen ballon, het is een anatomische structuur. Je vult eigenlijk een beetje een ballon op, maar daar zitten wat hardere stukjes die de vorm bepalen, hè? Dus de skischans bepalen. Ja. En het een beetje een vlezig stuk. Nu is het zo, dan moet je, als je echt hier dit al gaat verbeteren, probeer wil verbeteren, krijg je eigenlijk soms een hyper, een overcorrectie. Ja. Maar het feit is ook dat deze, door die structuur hier te pakken, gaat dit ook wat opbollen. En dat is eigenlijk wat dan mensen wel weer mooi vinden. En je kan altijd dan aan het einde, als je echt zegt van nou, mensen hebben de volume, dan kan je nog even met heel kleine accenten, bijvoorbeeld bij jou, daar en daar, kan je dat net even omhalen, maar je haalt de anatomische structuur, hou je hier zoveel mogelijk intact. En daardoor krijg je, zorgt ervoor dat het toch gewoon natuurlijk blijft. Je snapt hem? Ik snap hem. Ja, je moet gewoon, kijk, wat ik eigenlijk ook heel vaak zie is,
haastige spoed is zelden goed bij lippen. Ja. Je kunt beter gewoon het in 3 keer doen. Ja, dat is ook zo. Je ziet soms dat, dat heb ik ook wel eens bij collega-artsen, die gingen dan hun eigen lippen opvullen en dan deden ze gewoon echt 2 tot 3 cc erin. Ja, en dan is die geknapt. Ja, dat is niet zo slim om te doen. Je moet het gewoon rustig, dan inderdaad 1 cc, gewoon dan over 3 weken of 4 weken nog eens een keertje een cc erbij. Of zelfs misschien over 2 of 3 maanden. En dan pas krijg je die effecten. Ook, wat ook belangrijk is, is dus is gewoon echt met een heel dun naaldje, gewoon heel rustig lijntje voor lijntje, krijg je een veel betere, mooiere verdeling over die lippen dan als je met zo'n dikke naald erin en eruit. Dat gaat alle kanten op. Dus dat is ook een van de punten waarom als je dat met zo'n druk, je kan je voorstellen, die hyaluronzuur gaat dan met zo'n druk, gaat die kant op. Nou ja, en je weet ook niet wat je lichaam doet. Nee, dat is heel belangrijk. Dan kan het ook dus naar boven toe gaan. En dat kan ervoor zorgen dat het wat bollig wordt. Ah, ja. Logisch, hè? Ja, logisch. Heb jij niet toevallig nog een aanbieding zo rond Valentijnsdag? Ja, we hebben een aanbieding. Die zit op 2,50. Voor? Voor 1 cc. Mooie lippen. Voor mooie lippen. En maar dan wordt het wel met aandacht gedaan. Want dat is echt wel heel belangrijk. Ja, heel. En dan voelt de partner het niet zitten? Dat kan die niet helemaal garanderen. Nou, nee, dat voel je niet zitten. Echt niet. Nee. Mooie lippen voor Valentijn.